Wacht even, één seconde, want mijn kat doet iets vreemds. Ja. Niet doen! Kom op! Oké, hier ben ik weer. Met wie spreek ik? Ja, maar u spreekt met Carrie van Volkskrant. Volkskrant. Ik spreek al met meneer Teven. Ja, dat ben ik. Meneer Teven. Ik heb niks gedaan, hoor. In het verleden. Wat zegt u? Ik heb niks gedaan. Ik heb gewoon normaal gedragen, zoals ik altijd doe. Dus ik weet niet waarom er nou in één keer de krant belt. Nou, dat zal ik u vertellen. U heeft meneer Teven in het verleden... De volks- ja, maar toen was ik dronk toen nog. In die tijd dronk ik nog, dus ik weet niet wat ik allemaal gedaan heb. Maar misschien is het ook goed om gewoon te vergeven en te vergeten. Ja, want de Volkskrant past daar niet echt meer bij u, meneer? Nee, de Volkskrant en ik zijn van elkaar afgegroeid. Ja. Net zoals ik op een gegeven moment vroeger was ik op de Okkie en de Jippo en veel later natuurlijk de Donald Duck. En op een gegeven moment merkte ik dat... Ik was niet echt meer een geestelijke bewoner van Dukstad. Het werd me allemaal te fictief. Ik vond het ook te veel eenden. En dan... Heerlijk. Ja, en toen dacht ik van... wellicht is dit niet de plek voor mij om mijn vrije tijd door te brengen. En een soortgelijk gevoel had ik bij de Volkskrant. Ja. Daarvoor. Graag gedaan. Ja, u bent woonachtig in Amsterdam. Ik ben woonachtig inderdaad. Ja. Ik ben woonachtig op een manier die past bij wie ik nu ben. Snapt u? En Dukstad, daar ben ik eigenlijk, concreet gezien ben ik nooit woonachtig geweest in Dukstad. Dat was iets wat zich in mijn hoofd afspeelde. Maar wat Amsterdam betreft is het wel degelijk dat ik gevestigd ben. En dat is iets anders, hè? Dat is iets anders dan mentaal woonachtig zijn. Echt daadwerkelijk gevestigd zijn met een postcode, met een voordeur, met een achterdeur, met een badkamer en wat niet al. Ja, precies. Wat moet ik dan bij u meer denken aan het parool, omdat u in Amsterdam... Nee. Heb ik ook, ben ik ook mee gestopt. Nee, het zijn vooral Russische romans nu die ik 's ochtends lees. Het is de uitgestrektheid van het landschap. Het is de diepe gelaagde personages. De somberheid. De worsteling met existentie. Is er wel of geen god? En wat voor broek heeft hij aan? Ja. Allemaal dat soort dingen, snapt u? Dat... Kijk, 's ochtends ben ik niet te genieten. Dat zeg ik heel eerlijk. Ik ben 's ochtends een kortaf. Ik ben cru, vreed tegen dieren. En dus heb ik iets nodig wat me kalmeert. De tijdschriften, de dagbladen, die voldeden niet meer. Dus ben ik in de Russische literatuur gedoken. Natuurlijk ben ik licht begonnen met de wat lichtere Russische romans, de wat dunnere Russische romans. De dagbladen heb ik aan de dijk gezet. De spreekwoordelijke dijk. Ja. Ja. Ja, dat is niet de afsluitdijk. Nee. Heb ik u in ieder geval op het goede moment gebeld? Ja, want een half uur eerder dan had ik u de wind van voren gegeven. Niet omdat u iets verkeerds hebt gedaan, maar omdat ik een ochtendhumeur heb. Ja. Ik ben een jongen van het veld. Ik ben een jongen van het veld. Ik wil de bloemen, het koren. Ik wil op het moment dat het veld gemaaid wordt, wil ik die konijnen die hun woonplaats verliezen met een knuppel opwachten aan het eind van het veld. En dan 's avonds dan eet ik een heerlijke konijnenboot. Ja. Want dat is wie ik ben! Ja, nou, ik heb voor een ontzettend leuk gesprek. Dan hou ik die bij me niet even. Ik wil u hartelijk danken voor je tijd en de reeze wijze. Op uw recht in telemarketing. Als u nog even aan de lijn blijft voor het gemis van het bandje. Het recht van... Komt er dan een bandje? Nee, we hoeven daar niets mee te doen. Maar ik moet dat altijd zeggen. Dat is eigenlijk... Van wie moet dat? Mag ik daar het nummer van? Ik vind het belachelijk dat een vrouw die zo vriendelijk is als u... op deze manier gecommandeerd wordt. Ja,
U moet daar weg. U moet daar weg. U moet uw horizon verbreiden. U moet iets gaan doen met mensen, met menselijkheid. Ja, nou ja, de gesprekken die ik met mensen heb, zoals met u dan, ja, dat zijn best wel leuke gesprekken. Ja, en dat houdt u op de been. Daar hang ik me aan op. Ah, dus, ja, precies. U moet u zelf nu ophangen, want er is nog heel veel om voor te leven. Ja, nee hoor, zeker. Nee hoor, Carpe diem plukte dan hoor, toch? Precies, precies, ja, precies. Precies. Oké, fijne dag en een fijn weekend, meneer. Ja, u ook een heel erg fijn weekend. Ik ben heel blij dat u gebeld heeft. Ik ga met veel meer plezier de dag tegemoet nu. Ja, dat is zeker leuk. Dank u wel voor dit compliment. Dank u wel, kusjes. Dag. Doei. Dag.